Heerenveen speelde vanavond haar 9e en tevens 1e laatste oefenwedstrijd van deze voorbereiding. Tegenstander is het Azerbeidzjaanse SC Kabala. Maar daar waar de wedstrijd om 7 uur zou beginnen, werd het een uur uitgesteld. Het gras op sportpark Het Drachtsterbos was namelijk te lang. Ziet ook Dwight Lodewegens die zegt, ja, zo kunnen we niet voetballen. En dus is de aftrap uiteindelijk om 8 uur. Heerenveen begint deze wedstrijd met Noordveld op de goal. Marzo, Buis, Van Aken en Van Anholt vormen de verdediging. Van den Berg, De Roon en Hakim Ziyech vormen het middenveld. En voorin zien we Deli Sinkgraven, Luciano Slagveer en Mark Oet in de punt van de aanval. Zoals gezegd, de tegenstander is FC Kabala, de nummer 3 uit de competitie van Azerbeidzjan. De eerste kans van de wedstrijd is voor Heerenveen en die komt op naam van Luciano Slagveer. Maar zijn poging gaat voorlangs. Luciano Slagveer mocht het vandaag proberen ten faveure van Bilal Basetsikoglu. Dan hier een enorme fout achterin bij FC Kabala. Mark Oet moet de 1-0 maken, maar stuit op de enkels van de doelman. En in de rebound is het Hakim Ziyech die het van afstand probeert. Ziyech op Oet. En die heeft een mooie actie binnendoor. Oet voor de 1-0. Nee! Oet wordt weerhouden van een treffer door een uitstekende verdedigende actie van een verdediger van FC Kabala. Het zijn een van de spaarzame mogelijkheden in de eerste helft. Na rust komt Heerenveen goed uit de startblokken. We schrijven de 48e minuut als Hakim Ziyech hier Mark Oet vandoor stuurt. Die scoort net niet, maar in een rebound is het Joey van den Berg. Hij is alert en maakt de 1-0 voor Heerenveen. Mooie steekbal ook van Hakim Ziyech op Mark Oet. Heerenveen verdedigt fel door. Het zet druk op de achterhoede van Kabala. Die komen er niet goed uit. Marta de Roon zet druk. En krijgt een vrije trap mee. Oh, en daar is een speler van Kabala. Hushinov het niet mee eens. Hij duwt zelfs de scheidsrechter weg. En zo wordt het toch wat onvriendelijk hier in Drachten. Hushinov is het er niet mee eens. Maar de vrije trap is voor Heerenveen. Er wordt genomen door Ziyech. En die vindt Buis. En die komt maar rakelings over. Jordi Buis, deze zomer overgekomen van NAC. Hij laat een prima indruk achter tijdens de voorbereiding. Basetsikoglu en Van den Berg. Mooie 1-2. Basetsikoglu is er vandoor. Het is een mooie aanval van Heerenveen. Goede voorzet op Jannik Wildschut. En die maakt het 2-0. Maar het is buitenspel. Buitenspel volgens de grensrechter. Maar een schitterende aanval van Heerenveen. En zo blijft het bij 1-0 en wint Dwight Lodewegens ook zijn 9e wedstrijd met Heerenveen. Bent u tevreden? Voor een groot gedeelte wel. Het moet altijd beter en het kan altijd beter. Maar ik vind dat we gewoon in het eerste uur dat we echt grote stappen hebben gemaakt. En het verzanden van de aanvallen vorige week, die week daarvoor zo van... We spelen eigenlijk maar om een bal rond te spelen. Hadden we nu iets van, we gaan ook ergens heen. En als we de bal niet hadden, moesten verdedigen. Dan stonden we hartstikke mooi dicht bij elkaar en konden heel veel druk. En we wonnen de bal ook heel vaak, heel snel terug in de eerste helft. Dus ik vond dat we de eerste uur gewoon goed gevoetbald hebben en ook goed verdedigd hebben. We gaan naar het begin van de competitie, dus je moet 90 minuten in de benen krijgen. En, dit was de tweede 90 minuten, maar er was een pittige tegenstander die veel liep. En, ik moet zeggen dat de ruimtes de tweede helft groot waren. Dus dan is het goed denk ik dat je dit in de benen hebt. En zeker ook gezien de week. Want we hebben behoorlijk pittig getraind deze week nog. Om er zo'n mooie woord overload te creëren. Zodat je de volgende keer meer over hebt. Dus ik denk dat we de test goed doorstaan hebben. Welk perspectief moeten we deze overwinning zien? Want wat was het niveau van Kabala? Nou, Kabala is denk ik ergens onder in de eredivisie zo'n beetje. Zo ongeveer het niveau. Ik heb ze vorige week gezien tegen AZ. AZ won met 2-0, maar ze hadden de handen er vol aan. Het is toch wel een aardige ploeg met een paar aardige Brazilianen erin. Denk ik dat ze daar vandaan komen. En, dus dat was, ik wist vorige week al dat dit een mooie graadmeter zou zijn. Dat zou een aardige ploeg zijn. En dat kwam ook uit. Over 2 weken start de competitie. Hoe ver zijn jullie? Nou, ik denk onder een nieuwe trainer en een nieuwe speelstijl, dat heeft altijd tijd nodig. Maar ik denk dat je wel de ideeën van de trainer nu langzaam uit ziet komen. En ik ben tevreden en volgens mij zijn we met de hele ploeg tevreden welke stappen we maken. En dat is een goed begin en we hopen dat we dat kunnen uitbreiden in de competitie. Op welk niveau zitten jullie nu, zo 2 weken voor de competitie? In ieder geval een niveau hoger als de afgelopen wedstrijd tegen Go Ahead. Ook een niveau hoger als die wedstrijden daarvoor.
We hebben van de week geweldig kunnen trainen. Mooi die dingen door kunnen nemen waar we nog in tekort schoten. En we hebben gewoon weer een puzzelstukje ligt op zijn plaats, zeg maar. Dus we moeten dat doorbouwen. We hebben nog 2 weken. Volgens mij zijn we een eindje op weg. Maar we zijn er nog niet. Dat moet nog allemaal gebeuren. Als ik zo hoor, u heeft wel veel vertrouwen volgens mij met het team. Ja, maar ik weet ook wel dat het gewoon een kwestie van tijd is. Dus als je er negatief tegenaan gaat kijken, dan denk je van ja... Nou ja, oké, waar gaat dat nou naartoe? Maar als ik dan vanavond zie, dan denk ik van ja, hè, ze pikken dan toch weer wat op en ze gaan er toch weer wat mee doen. Waar we als staf mee bezig zijn. En dat is wel mooi. En het mooie is, ze geloven er zelf ook in. Kijk, als je tegen een muur loopt te praten, dan houdt het op. Maar we hebben echt het idee dat hun dat ook willen. Hun willen dat op die manier doen.